Goedemiddag gemeente, gasten hier aanwezig of met ons verbonden via livestream of kerkradio. Hartelijk welkom in deze dienst van viering en nabetrachting van het heilige avondmaal. In deze dienst gaat voor ons eigen predikant, dominee F.W. van der Ree. De schriftlezing is vanmiddag uit 1 Petrus 2, vers 4 tot en met 12. En het thema is de kerk, dat ben jij. De collecten zijn vandaag bestemd voor kerk, kerkelijke kas, theologische universiteit en huisvesting Peniel. En de avondmaalscollecte is vandaag bestemd voor het diaconale en missionaire werk in de poster. En dat is dan een ander rekeningnummer van de diaconie. Uw gaven voor uw collecte en de avondmaalcollecte kunt u overmaken op de bekende rekeningnummers van de zondagsbrief of op peniel.nl. En gasten kunnen eventueel hun bijdrage in de zakken bij de uitgang doen. We zingen nu eerst Psalm 1, vers 2. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst. Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 26, daarvan het zesde en het achtste vers. Psalm 26, vers 6 en vers 8. In vers 8 zingen we: wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis
dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemelkoning, die gij u ter eer hebt opgericht. Psalm 26, vers 6 en 8. Wij zetten de bediening van het heilig avondmaal ook in deze middagdienst voort. En daartoe wil ik met u allereerst lezen het verkorte formulier. Geliefde in onze Heer Jezus Christus, hoort hoe onze heiland in de nacht voor zijn sterven het avondmaal heeft ingesteld. Toen het uur gekomen was, ging hij aan tafel aanliggen en de 12 apostelen met hem. En hij zei tegen hen: ik heb er vurig naar verlangd dit paascha met u te eten voordat ik ga lijden. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij: neem deze en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok totdat het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam brood en nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen met de woorden: dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Opdat we nu waarlijk tot zijn gedachtenis dit avondmaal mogen houden, hebben wij van tevoren onszelf te beproeven. En daarom onderzoeken zich ieder van ons of hij van harte berouw heeft over zijn zonde, zichzelf mishaagt en zich voor God verootmoedigt. Ieder beproeven zich of hij de vaste belofte van God gelooft, dat hem alleen om het offer van Jezus Christus al zijn zonden volkomen vergeven zijn, en onderzoeken zich of hij bereid is met heel zijn leven God te verheerlijken en zijn naaste te dienen. Alle die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en als waardige deelgenoten aan de tafel van zijn Zoon Jezus Christus ontvangen. Die deze gezindheid niet kennen, verkondigen wij dat zij geen deel in het Rijk van Christus hebben en vermanen wij zich van dit avondmaal te onthouden zolang ze zich niet bekeren. Dit wordt ons geliefde broeders en zusters in de Heere niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen de vrijmoedigheid te ontnemen, alsof niemand tot het avondmaal van de Heere gaan mag dan wie zonder enige zonde is. Want het avondmaal verzekert ons dat het volkomen offer van onze Heer Jezus Christus de enige grond van onze zaligheid is. Het verzegelt ons zijn hartelijke liefde en trouw, dat hij voor ons, die de eeuwige dood verdiend hadden, heeft willen lijden en sterven, en voor ons de levendmakende geest verworven heeft. Door die geest die in hem als het hoofd en in ons als zijn leden woont,
hebben wij waarachtige gemeenschap met hem en krijgen wij deel aan al zijn schatten en gaven. De Heilige Geest verbindt ons ook onderling in broederlijke liefde, zoals de apostel Paulus zegt, omdat het brood één is, zijn wij die velen zijn één lichaam, want wij allen hebben deel aan het ene brood. En met groot verlangen mogen we samen aan het avondmaal uitzien naar de wederkomst van onze Heiland, die ons genodigd heeft tot het bruiloftsmaal van het Lam. Dan zal hij met ons de vrucht van de wijnstok nieuw drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Laten wij ons nu voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Laten wij bidden. Barmhartige God en Vader, die uw enige geboren Zoon in deze wereld gezonden hebt om ons volkomen te verlossen van onze zonden, wij bidden u dat uw Heilige Geest mogen bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan hem hoe langer hoe meer overgeven. En dat hij in ons leeft en wij in hem. Wil onze verslagen harten door dit avondmaal troosten en sterken. Laat ons niet twijfelen of u zult om Christus wil eeuwig onze genadige Vader zijn, die ons onze zonden nimmer toerekent en ons in alles verzorgt als uw kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat we onze Heiland belijden, onszelf verloochenen, ons kruis getroost op ons nemen en in alle nood met opgeheven hoofd onze Here uit de hemel verwachten, die onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in zijn hemels koninkrijk. Verhoor ons, barmhartige God en Vader, door onze Here Jezus Christus. Amen. Gemeente, laten wij nu ook in verbondenheid met de kerk van alle tijden de naam van die Heiland belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en in ieder van u spreken in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten we nu met elkaar gaan zingen uit Psalm 103, daarvan het tweede vers. Psalm 103, vers 2.
Opdat wij dan met het ware hemelse brood Christus gevoed mogen worden, laten we niet bij de uiterlijke tekenen van brood en wijn blijven staan. Maar onze harten opheffen naar de hemel, waar Jezus Christus is onze voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Laten we er niet aan twijfelen dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden, als wij het heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. De diakenen zullen nu het brood ronddelen. U mag gaan staan als u deelneemt aan het avondmaal en u mag het brood nog even bij u houden. Het brood dat wij breken is een gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus zo verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De diakenen zullen nu de wijn uitdelen, ook nu mag u dat weer even nog bij u houden.
De beker der dankzegging is een gemeenschap aan het bloed van Christus. Neem die, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heer Jezus Christus zo vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Wij willen de bediening van het avondmaal op deze zondag nu besluiten met de lofprijzing uit het formulier. Geliefde in de Heere, omdat de Heere nu onze zielen aan zijn tafel op deze dag gevoed heeft. Laten wij samen zijn naam danken en prijzen en een ieder spreken in zijn of haar hart. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Barmhartig en genadig is de Heer, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid machtig over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Hij heeft ook zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Hiermee bevestigt God zijn liefde tot ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Daarom zullen wij ook, nu we door zijn bloed gerechtvaardigd zijn, des te meer door hem van zijn toorn behouden worden. Want als wij, toen wij nog vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, des te meer zullen wij, nu wij met hem verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Daarom zal ik met mond en hart de lof van de Heere verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, laten wij nu met elkaar gaan zingen uit Psalm 103 en daarvan het zesde vers. Thank you.
Gemeente, laten wij nu danken en bidden. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u met heel ons hart dat u ons uit uw grondeloze barmhartigheid uw enige geboren zoon hebt gegeven tot een middelaar en offer voor onze zonde en tot spijs en drank voor het eeuwige leven. Wij danken u dat u ons een waar geloof geeft, waardoor wij deel krijgen aan deze weldaden van u. En u hebt ook ter versterking daarvan door uw geliefde Zoon Jezus Christus voor ons het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Getrouwe God en Vader, maak door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar. Opdat wij dagelijks groeien in het ware geloof en in de zalige gemeenschap met Christus. Wij bidden u dit alles, omwille van uw geliefde Zoon Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid. Heere, zo willen we ook bidden voor de bediening van uw woord. Nu ook in deze dienst het sacrament bediend werd, mag nu ook uw woord tot ons komen. U spreekt tot de gemeente. U spreekt eraan, herinnert haar eraan wat haar karakter is en wat dus ook het karakter van haar leden moet zijn en mag worden. Heere, wilt u zo in deze dienst tot ons allen spreken, hier in de kerk en ook thuis. Verbind ons aan elkaar in die eenheid die er is in u, Heere Jezus Christus. En geef dat we zo ook ons verbonden weten met elkaar hier in de gemeente, ja zelfs met uw kerk wereldwijd, op al die plaatsen waar u haar samenroept en samenbrengt. En Heere, dan bidden wij ook voor hen die uw woord horen en het avondmaal vieren onder de dreiging van vervolging en verdrukking. Heere, wees uw kerk ook op die plaatsen in het bijzonder nabij en wilt u haar beschermen tegen de openlijke haat van het rijk van de duisternis. Wij bidden u, Heere, voor uw kerk op die plaatsen waar ze klein en kwetsbaar is geworden. In ons land, maar ook in Europa en op andere plaatsen in deze wereld. Heere, wilt u trouw geven? Wilt u ook zegen geven op de verkondiging van uw woord? En Heere, laat het zo mogen zijn dat uw woord mag blijven klinken op al die plaatsen waar voorheen het klonk voor vele oren. Heere, wij bidden u of u het werk van evangelisatie ook wil zegenen, ook in de steden van ons eigen land. Wij danken u, Heere, voor bemoedigingen die we horen, wanneer vanuit die plaatsen ook verteld wordt over vrucht op het werk dat gedaan wordt. Maar u weet ook van de moeite en de zorgen die er zijn. Heere, wilt u met uw Heilige Geest werkers zenden in uw wijngaard, om op al die plaatsen waar uw kerk gemarginaliseerd is en naar de kant is gedrongen, dat op al die plaatsen ook uw woord mag blijven bestaan tot heil van de hoorders. Wij bidden u of u ons in deze dienst nabij wil zijn. Wilt u uw zegen geven bij de opening van uw woord? Kom met uw Heilige Geest ook in ons midden. En wees u zo met een ieder van ons, ook in het bijzonder bij hen die een taak hebben in en rondom deze dienst. Bewaar ons voor de zonde die ons zo gemakkelijk omringt. En hoor naar ons gebed. In de naam van Jezus Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. Jongens en meisjes, weten jullie wat een priester is? Ik heb er een plaatje van meegenomen. Ik heb deze al wel eens vaker laten zien, misschien herinner je hem nog wel. Dit is een hele bijzondere priester, want dit is een hoge priester. Dat kun je zien aan die prachtige kleren die hij heeft en die stenen die op zijn borst zitten, dat zijn edelstenen, heel duur en kostbaar allemaal. Maar weten jullie wat een priester eigenlijk is voor iemand?
Een priester, dat is iemand die werkt in de tempel. Of in de tabernakel toen die er nog was. Dat betekent dus dat een priester altijd heel dicht bij de Heere God is. Want de Heere God woont in de tempel. En wat doet een priester dan in de tempel? Nou, hij had eigenlijk drie belangrijke taken. De eerste taak, dat was offers brengen. De Israëlieten die brachten hun offerdieren mee. En de priester moest het dan in orde maken. Die moest dat beest slachten en ervoor zorgen dat het op het altaar kwam. Het tweede wat de priester moest doen was bidden. Hij moest bidden tot de Heere God namens het volk Israël. Heere God, wilt u ons helpen? Wilt u ook geven dat de Messias, de Verlosser, zal komen? Bidden. En het derde wat hij moest doen was zegenen. Nou, zegenen, dat gebeurt ook altijd aan het eind van de kerkdienst. De handen zo omhoog, zegenen. Voordat de Israëlieten naar huis gingen, na de tempeldienst, dan zegende de priester hen. En dan mocht hij in naam van de Heere God tegen de Israëlieten zeggen: de Heere gaat met jullie mee. Hij blijft bij jullie. Nou, dat is heel bijzonder natuurlijk. Stel je voor dat jij een priester zou zijn. Zou je dat willen? Zou je een priester willen zijn? Om zo de Heere God te dienen? Nou, weet je, we gaan in de Bijbel lezen dat eigenlijk ook de bedoeling is. Kijk, deze priester die werkte in de tempel. De tempel is er niet meer. Maar dat komt omdat wij nu met elkaar allemaal de tempel van de Heere God zijn. De tempel, of beter de kerk, dat ben jij. En daarom moeten wij ook allemaal priesters zijn. Daar gaan we over lezen in de Bijbel. Want wat betekent dat? Nou, dat wij ook offers brengen. Geestelijke offers, daar gaat het vanmiddag over. Niet van dieren, maar iets van je tijd, van je inzet. Dat je ook gaat bidden, dat is ook een geestelijk offer. En we mogen ook zegenen, we mogen het goede zoeken voor andere mensen. En dat je hoopt dat zo de Heere God ook bij hen is, die onze hulp nodig hebben. Nou, we mogen dus priesters en priesteressen zijn. Daarover gaat het vanmiddag in het gedeelte dat we gaan lezen. Gemeente, wij lezen opnieuw uit 1 Petrus 2. We beginnen nu vanaf vers 4 en we lezen nu door tot vers 12. 1 Petrus 2 vanaf vers 4 tot en met vers 12. En we willen nu stilstaan bij vers 9 en 10 in deze dienst. 1 Petrus 2 vanaf vers 4. Na de schriftlezing zingen we uit Psalm 33. Vanmorgen zongen we vers 11. We zingen nu vers 5 en 6. Kom naar hem toe, naar de Heer Jezus Christus, als naar een levende steen die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar, dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift: zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is, en wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Voor u dan die gelooft, is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzame geldt: de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden en een steen des aanstoots en een struikelblok. Voor hen namelijk die zich aan het woord stoten door ongehoorzaam te zijn waartoe ze ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die ze in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt.
Na het amen van de preek mogen wij antwoorden met Psalm 132, vers 6, 9 en 10. Psalm 132, vers 6, 9 en 10. Wij luisteren dus naar 1 Petrus 2, vers 9 en vers 10. U bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Het thema voor de preek is: de kerk, dat ben jij. Tweetal gedachten, we letten op haar karakter en haar roeping. Gemeente, wat was die verbaasd, die man die langs een bouwplaats liep. En daar had hij een bord gezien, wat daar gebouwd werd. Een kerk, niet zo'n kleintje ook, stond een tekening bij, er zou een prachtige nieuwe kerk verrijzen. Verbaasd was die. Dat gebeurde toch eigenlijk niet meer zo in Nederland. Er worden kerken gesloten. In de binnensteden van ons land. Maar nu hier, aan de rand van de stad, zomaar een nieuwe kerk. Hoe kon dat? En hij vroeg het aan wat mensen die daar ook stonden te kijken. Wordt hier een kerk gebouwd? Waarom is dat nodig? Waarop een vrouw hem een prachtig antwoord gaf. Ja, hier is God aan het bouwen. En dus moeten wij ook wel bouwen. We mogen niet achterblijven. Gemeente, het is waar, het gebeurt in ons land minder vaak dan vroeger, denk ik, dat er kerken, nieuwe kerkgebouwen worden gebouwd. En toch gebeurt het ook nu nog steeds. In ons eigen land, maar ook elders in de wereld. Misschien zijn het niet altijd van die mooie, multifunctionele, moderne gebouwen zoals wij dat hebben hier. Soms is het gewoon een oude schuur die wat omgebouwd wordt tot een kerkzaal. Of het is een eenvoudige huiskamer waar een aantal christelijke gezinnen bij elkaar komen. Op de dag van de zondag, de dag van Christus' opstanding. Maar zolang de wereld zal bestaan, zal er een kerk op aarde zijn. Een kerk, een volk, een groep mensen die dat ene gemeen hebben. Namelijk dat ze in Jezus Christus hun heil hebben gevonden. Al die mensen zijn ten diepste één in hem. Hoe verschillend ze zijn qua afkomst, taal, cultuur, noemt u maar op. Zodra het over die ene gaat, dan merk je opeens dat je elkaar begrijpt. Jezus Christus, die als Zoon van God mens is geworden, geleden heeft, gestorven is en is opgestaan uit de doden. Christus, die het verlorene zoekt en het verlost en zalig maakt. Het is altijd bijzonder als je daar iets van ervaart. Misschien gaat u binnenkort naar vakantie naar het buitenland en bezoekt u daar, als het even kan, dan ook eens een lokale gemeente. Ook in het buitenland zijn bijbelgetrouwe gemeenten waar je op zondag doorgaans hartelijk wordt ontvangen en men blij is dat je in hun midden bent. En hoe bijzonder is het dan wanneer je iets proeft van die verbondenheid. Verbondenheid in Christus. Hoeveel er is wat je van elkaar scheidt. Maar zodra je het hebt over hem en wie hij is en wat hij betekent. Ja, zeg maar, zodra je het hebt over waar brood en wijn over gaan. Zoals wij dat hier vandaag in ons midden hadden. Het verbroken lichaam en het vergoten bloed van Christus. Een sterven die redding betekent voor zondaren. Zijn opstanding die nieuw leven betekent, leven met hoop, met goede moed. Dan merk je opeens
We hebben iets samen. We hebben iets, we weten iets, we zien iets. Jij ziet het en ik zie het ook. We horen het. Zondag aan zondag. Over die ene naam. Weet, over dat gemeenschappelijke heeft Petrus het in de tekstwoorden waar we vanmiddag bij stilstaan. Het is goed om dat te doen op deze zondag, want in het avondmaal gaat het eigenlijk ook over die verbondenheid aan elkaar. Niet alleen hier in de gemeente, dat ook zeker. Wij zijn vandaag opnieuw aan elkaar verbonden. We hebben samen gegeten en gedronken als u deelgenomen hebt aan het avondmaal. Maar ook met al die christenen wereldwijd, op al die andere plaatsen waar ook Christus sterven wordt herdacht. In gehoorzaamheid aan zijn instelling. Te midden van alle verscheidenheid die ene. Dat is waar Petrus het ook over heeft. Als hij zijn brief schrijft aan de christenen in Klein-Azië. En dan herinnert hij hen eraan wat nou hun ware identiteit, wat hun karakter is. Maar u bent een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap. Een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Ja, dat zijn zij. Die gelovigen in Klein-Azië. En dat zijn ze in tegenstelling tot wat er aan vers 9 vooraf is gegaan. Daar hebben we vanmorgen naar geluisterd, vers 7 en 8. Daar maakt Petrus dat onderscheid tussen degene die geloven en de ongehoorzamen. Voor wie gelooft, is Christus kostbaar. Die ene naam. Wie gelooft, stemt in met wat God al veel eerder had laten weten en laten blijken, namelijk dat Jezus de hoeksteen is. Het fundament. Door mensen weliswaar verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Wie gelooft, die zegt daar ja en amen op. Die stemt ermee in. Hij is inderdaad kostbaar. Ook voor mij. Maar wie niet gelooft, zo hoorden we, die is ongehoorzaam. Dat wil zeggen, die geeft geen gehoor aan Gods roepstem. Die stem waarmee hij ons uitnodigt. Kom tot hem, de levende steen. En wie niet aan die roepstem gehoor heeft, die kiest ook voor een ander fundament. Maar nu weet Petrus, deze brief schrijf ik aan broeders en zusters in het geloof. Ik schrijf hem aan gehoorzamen, medegelovigen. En hij weet zich met hen verbonden, want net zoals hij zelf zijn ook zij wedergeboren tot een levende hoop. En zo vormen ze samen de kerk, Gods volk op aarde. Dat maakt dat zij een uitverkoren geslacht zijn. Niet alleen zij, toen en daar. Ook wij, vandaag. Weet als het zo is. De kerk, dat ben jij. Dat bent u. Wat is dan ons karakter? Hoe vormt de geest nou onze ziel zo dat we als levende stenen van dat gebouw van God dit allemaal gemeenschappelijk hebben. Met alle waargelovige christenen wereldwijd. En ook met alle die ons daar in vroeger tijd in zijn voorgegaan. Laten we vanmiddag die benamingen eens langslopen die Petrus hier gebruikt. U bent een uitverkoren geslacht, gemeente. Dat wordt dus ook tegen ons gezegd vanmiddag. Weet u dat wel? Beseft u dat? U bent een uitverkoren geslacht. Het is altijd heel speciaal als je wordt uitverkoren, uitgekozen. Ik moet denken aan hoe het vroeger ging als we met vrienden gingen voetballen. Dan moesten de teams gekozen worden. En dan mochten de twee beste om beurten één teamgenoot uitkiezen. En die begonnen dan natuurlijk met de allerbeste. En als er dan nog een paar over waren, ja, dan werden die niet uitgekozen. Dat noemden we dan het soepie.
En dat ging gewoon midden door. Degene die toevallig links stonden, die deden met het linkse team mee. En degene die rechts stonden met het rechtse team. U begrijpt, als je daarbij hoorde, dan werd je niet uitgekozen. Dan was er niet al tegen je gezegd, kom bij mij in het team. En dan stond je duidelijk wat lager in de ranking. Maar als je werd uitgekozen, dan voelde je heel wat. Want dat betekende dat je vriendje dan zag dat jij heel goed kon voetballen. Die zag het in je zitten. En dan mocht je met zijn team meedoen. Nou gemeente, de kerk is een uitverkoren geslacht. Want God ziet het in u zitten. Op grond waarvan? Omdat je zo goed gelooft. Omdat je zo trouw bent. Nee. Weet je, God die kiest ons niet uit op grond van onze kwaliteiten of op grond van de mate van onze heilige levenswandel of je ijver, nee. God kiest ons niet uit om iets. Hij kiest ons uit. Het is alleen maar dankzij zijn liefde en genade. Net zoals dat gebeurd was met het volk Israël. Daar herinnert Petrus in deze verse aan. U moet dit eigenlijk allemaal lezen tegen het Oude Testament. In Deuteronomium 7 staat, want daar zegt de Heere tegen het volk Israël via Mozes. Want u bent een heilig volk voor de Heere uw God. De Heere uw God heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem, om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. En dan volgt er, niet omdat u groter was dan alle andere volken, heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was de kleinste van alle volken. Maar vanwege de liefde van de Heere voor u en om de eed die hij uw vaderen gezworen had, Deuteronomium 7. Gemeente, let u even op hoe dat er staat. Dat is belangrijk vanmiddag, om dat goed te begrijpen. Niet omdat u groter was, heeft de Heere liefde voor u opgevat. En dan denk je dat er komt, nou waarom dan wel? Dan zal het wel om iets anders zijn dat die liefde heeft opgevat. Nee, dat staat er niet. Er staat eigenlijk een zin die dan niet logisch klopt. Maar vanwege de liefde van de Heere heeft hij u uitgekozen. Vanwege zijn liefde heeft hij voor u liefde opgevat. U hoort wat, dat klopt eigenlijk niet. En toch is het waar. Want het is alleen maar liefde, alleen maar genade. Israël is het volk van God geworden, niet om iets, want dan zou de Heere God er ook iets voor terug verwachten. Dat is liefde die je geeft met een bepaalde bedoeling, met een bepaald oogmerk. Maar gemeente, liefde, dat is iets ja, wat er niet is om daar iets voor terug te krijgen. Het is geen onderhandeling of zo. Nee, Gods liefde, dat is alleen maar liefde. Iets wat je verstand te boven gaat. Iets wat je niet kunt narekenen, maar waarom ik dan? Ja, geen idee. Maar het is waar. Hij heeft me lief. Ik ben voor hem kostbaar. Kijk gemeente, dat is het geheim van de kerk. Dat is het geheim van die gemeente die de Heere over heel de aarde bijeenbrengt rondom woord en sacrament. Waarom doet hij dat? Waarom doet hij het hier vandaag bij ons? Hij heeft u, jou en mij lief. Dat maakt je tot een uitverkoren geslacht. Er staat het woordje geslacht, genos in het Grieks. Dat duidt op gemeenschappelijke afkomst. Dat wat maakt dat we bij elkaar horen. Voor Israël was dat de afstamming van Abraham, Isaac en Jacob. Aan hen had de Heere zijn belofte van liefde en zorg en genade gegeven. Had tegen Abraham gezegd, ik zal je groot maken en een eigen land geven en je nageslacht zal groot worden in dat land.
en het zal tot zegen voor alle volken zijn. En daarom, gemeente, deelden ook de nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob daarin, in die belofte. En zo werden ze Gods volk op aarde. Maar hoe is dat nou voor ons en hoe is dat nou vandaag? Ja, niet meer de afstamming van Abraham is daarbij belangrijk. In de brief aan de Galaten maakt Paulus duidelijk dat het nou gaat om geloof. Abraham is de vader van alle gelovigen. Ook van de gelovigen uit de heidenen. Ze horen er ook bij. Gods volk op aarde bestaat uit hen die geloven, uit Jood en heiden. Want dat is wat hen verbindt. Het geloof in God en in Jezus Christus, de Messias. Ja, ten diepste is dat de verkiezende liefde van God, gemeente, dat hij verkiest in hem, in Jezus. Nou, dan voel je toch geweldig bevoorrecht, of niet? Laat dat eens tot u doordringen. Dat je hier vanmiddag in de kerk zit, dat je avondmaal hebt mogen vieren vandaag. Dat de Heer ook jou heeft uitgekozen. Waarom? Omdat hij het in je ziet zitten. Waarom? Nou, omdat hij van je houdt. Zo is het. Jullie Pnialkerk. Jullie zijn een uitverkoren geslacht. Want in mijn Zoon Jezus Christus hou ik van jullie. Omdat hij alles uit de weg geruimd heeft wat daar maar in de weg kon staan. Zijn toren is geblust door het sterven van Jezus. En nee, gemeente, dan nu vanmiddag maar even niet zeggen, ja, maar die anderen dan, die er niet zijn. Die er niet meer zijn. Ja, die zouden we er ook graag bij willen hebben. En de deur van de kerk staat voor ze open altijd. En u die geen avondmaal vierde omdat u nog geen vrijmoedigheid vond, hoor je erbij? Misschien ben je nog op zoek, misschien moet het nog groeien. Laat het in ieder geval niet rusten. Maar gemeente, laten we nou vanmiddag ook vooral dit bedenken. Dat Christus dit tot ons zegt. En laten we de vreugde die die verkiezing geeft ons niet meteen laten benemen. Dat doet Petrus hier ook niet. Hij zegt het ronduit tegen die christenen in Klein-Azië. Jullie zijn een uitverkoren geslacht. Dat is iets om je geweldig in te verheugen. De Heere wil mij er ook bij hebben. Ik mag in zijn team. Bij zijn kerk. Jezus Christus dacht ook aan mij toen die stierf aan het kruis. Zijn liefde voor mij, zondaar, die het niet verdien en die het toch ontvang. Wat een heerlijk wonder. En dan de tweede karaktertrek. Petrus noemde gelovigen in Klein-Azië ook een koninklijk priesterschap. Dat wil zeggen, als onderdeel van Gods kerk zijn ze priesters die de hemelse koning dienen. Een priester, legt het net al uit aan de kinderen, dat is iemand die zijn werk doet in het heiligdom van God. Heel dichtbij de plek waar de Heere woont. En dat werk dat bestaat voornamelijk uit offeren. Nou, zo bent u, zegt Petrus, nu een koninklijk priesterschap. Dat zijn wij dus ook. Koninklijk priesterschap, een priester, een priesteres. En als koninklijk en heilig priesterschap mag je geestelijke offers offeren. Want zo staat dat in vers 5. Wat zijn dat, geestelijke offers? U kunt denken aan onze gebeden, onze lofprijzing, onze dankzegging. Zo heeft dat ook ooit geklonken in de tempel, daar waren de priesters ook bij betrokken. Dat waren ook al die verschillende offers die werden gebracht, die hadden allemaal weer een andere naam. Heel wat verschillende soorten, een dankoffer, een zondoffer, brandoffer. Dat had allemaal bepaalde betekenis, schuldbelijden, lofprijzing, dankzegging, noem het op. Maar gemeente, het is ook geestelijke offers brengen, dat is ook jezelf offeren.
Zoals Jezus zichzelf geofferd heeft en hij deed dat in onze plaats en hij betaalde met zijn leven. Zo hoeven wij dat niet te doen, dat kunnen we ook niet. Maar wel op deze manier dat je jezelf verloochent. Een offer brengen, dat betekent dat je iets opgeeft, dat kost je wat. Denkt u aan het lammetje dat met de Pascha maaltijd geslacht moest worden. Dat moest een helemaal gaaf en goed dier zijn. Daar mocht niks aan mankeren. Dat kostte je dus wat. Was een goed lam. Nou gemeente, zo moeten wij ook offeren. Iets opgeven van wat je dierbaar is. Van je tijd, je geld, je kracht. Want u bent een koninklijk priesterschap. U bent dienstbaar onder koning Christus. Gemeente, wij zijn dus aan onze stand verplicht. Als hij nou koning is, en je ziet het in het avondmaal, hij de gastheer, we zijn het dan aan onze stand verplicht dat we de Here dienen in de praktijk van ons leven. Misschien doet u dat ook al wel. Daar is ook heel wat van onder ons. God dank. Als je je inzet in de gemeente, als je een bepaalde taak hebt, dat kan van alles zijn. Dat kan de schoonmaak van het gebouw zijn of muzikale gaven die je inzet of als je leiding geeft, bezoekwerk, als je actief bent of als je regelmatig voor iemand bidt. Maar laten we niet alleen elkaar dienen als priesters. Laten we ook priesters en priesteressen zijn in deze wereld. Overal waar de Heere u doet gaan, ga dienend uw weg. Cijfer jezelf weg. En dien de ander. Heb het heil van de ander op het oog. Zo mag je anderen tot zegen zijn. En dan het derde. De kerk is ook een heilig volk. Een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap. En een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. En in vers 10 staat u, die voorheen geen volk was. Nee, want die christenen die leefden allemaal op hun eigen plek, daar in Klein-Azië, in al die verschillende gebieden ook nog. Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië, Bithynië. Aan hen schrijft Petrus zijn brief. Ze leefden allemaal in hun eigen wereldje, met hun eigen afgoden en zo. Ze waren geen volk, ze hoorden niet echt bij elkaar, er was niks gemeenschappelijks. Maar nu wel. Omdat ze tot geloof zijn gekomen. Omdat ze opnieuw geboren zijn tot die levende hoop. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming bent aangenomen. Dat kenmerkt dat volk. God heeft zich over hen ontfermd. Dat heeft hen apart gezet, heilig gemaakt van de wereld. Dat is ook, gemeente, wat hen vervolgens tot bijwoners en vreemdelingen in die wereld maakt. Want daar gaat het dan meteen over in vers 11. Als ik dat wat naar vandaag vertaal, dan zou je kunnen zeggen, een asielzoeker en een allochtoon. Een bijwoner, dat is iemand die bij je woont in je omgeving, maar hij is eigenlijk te gast. Hij komt er niet vandaan. Een reiziger die bij jou is aangeland. En een vreemdeling, dat heeft hier de betekenis van een allochtoon. Die hoort er vanuit zijn achtergrond, vanuit zijn afkomst, eigenlijk niet meteen bij. Die moet eerst inburgeren, wil dat zo zijn. Nou, gemeente Petrus die zegt, wanneer je nou Christus hebt leren kennen, dan ben je uitgeburgerd. Uit de wereld. Je bent een vreemdeling geworden. Maar je bent vervolgens ingeburgerd in het volk van God. Want God heeft zich in Jezus Christus over je ontfermd. Midden in deze wereld mogen we zo de toevlucht nemen tot die ontferming.
was dat vandaag de manier waarop u het avondmaal vierde? Was het dat je dat deed? Heere, ik ren als een kind, zoals een kind naar de vader toe rent, naar een moeder die klaarstaat met die open armen, ontfermende armen. Zo ren ik naar u toe, want van mij niets te verwachten, maar van u alles. Met de zo ontfermde Heere zich over alle die hem vrezen. Er is een God en Heere die u zo nabij is met zijn geest, die je helemaal kent, die helemaal weet wie je bent. En hij wil vol van genade en liefde zich over u ontfermen. Dan kun je ook met alles bij hem terecht. Zo mag je zijn volk zijn. Zo bent u zijn volk, zijn kerk. Opdat, ja, dan kom ik bij het tweede punt. De roeping. Ik heb al wel wat gezegd over die roeping. We zijn geroepen om geestelijke offers te brengen. Maar in vers 9 staat het zo. Opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gemeente, Christus roept u weg. Weg uit het duister van de zonde, van de dood. En hij roept je weg uit de wereld, de duisternis van de wereld. En hij roept je tot zijn wonderbaar licht. Wie tot geloof komt, wie komt tot Christus, de levende steen. En zo zelf ook een levende steen wordt van dood levend gemaakt door zijn woord en geest. Die gaat van duister naar licht. Die wisselt het duister in voor het licht. Duister van de dood voor het licht van de opstanding. Want Jezus heeft ons duister op zich genomen. Hij is de duisternis voor ons ingegaan. Luther noemde dat die vrolijke ruil. Een ruil waar je vrolijk van wordt. Hij mijn zonde, hij mijn dood en ik zijn leven. Dat hij mij het licht geeft. Het licht van het eeuwige leven. En gemeente, levend in dat licht, vanuit de verwondering erover, mag je nou Gods daden, Gods deugden verkondigen. Mag ik het zo zeggen? U mag verkondigen, en ik hoop dat u dat aan vandaag overhoudt. U mag verkondigen dat God deugt. Dat het evangelie deugt. Dat het waar is, dat het betrouwbaar is en dat het goed is. Wat zichtbaar werd in brood en wijn. Tekenen van zijn liefde en zijn ontferming. Van duisternis die wij in onszelf hebben, maar die licht wordt in hem. Want als we hier straks vandaan gaan, laat het zien in uw levenswandel dat u leeft in dat licht. Laat het merkbaar zijn in wat je zegt en zwijgt. Ja, laat het van je gezicht af te lezen zijn. Hoe goed de Heer is. Want gemeente, wie zijn deugden, zijn daden van genade en liefde kent, die kan daar toch niet van zwijgen. Dan hebben we toch een goede boodschap voor deze wereld. Laat ik afsluiten met een verhaal uit de zending. Adoniram Judson was een Amerikaanse zendeling die in 1813 vertrok naar Birma, Myanmar. En meer dan 200 jaar geleden is dat dus. En als u probeert te bedenken wat dat in die tijd moet hebben betekend, dan duizelt het je. Een tocht over zee, met een schip, dagen, weken op de grote oceaan. En dan voet aan wal zetten in een totaal onbekend land. Je kon niet van tevoren oriënteren aan de hand van boeken, foto's, internet. Bestond allemaal niet.
Als je daar was, kon je alleen nog brieven schrijven naar huis. En je hoopte dat ze dan aan zouden komen. Maar Adoniram, die wilde niets anders. Die was vol liefde voor Christus. Vol liefde ook voor de mensen in Birma. Maar ja, wat moest hij doen? Hij sprak geen woord van hun taal. Hij moest het allemaal nog leren. Later heeft hij de taal zo goed geleerd dat hij als eerste een woordenboek heeft gemaakt in het Birmees-Engels. En hij heeft de hele Bijbel vertaald in het Birmees. Maar toen hij aankwam, sprak hij geen woord Birmees. En wat gebeurde er? Hij ontmoette een man. En hij keek die man aan. Maar ja, iets zeggen wat hij begreep, dat kon hij niet. Dus wat deed hij toen? Hij sloeg zijn armen om hem heen. En hij straalde. En die man die was helemaal verwonderd. Die liep naar huis en die zei, dat bleek later, wat er nou toch is gebeurd? Ik heb iemand ontmoet. Iemand die zo straalde van blijdschap. Dat moet wel een engel zijn geweest. Adoniram Judson. Die kreeg in Birma de bijnaam Mr. Gloryface. Meneer Gloriegezicht. Door zijn blijdschap. Door zijn geloof. Hebben vele mensen Christus leren kennen. En diezelfde Jezus die Adoniram zo liet stralen, gemeente, die was vandaag hier. Die is hier. En die belooft zo meteen met u, met jou mee te gaan. De Heere zegene u en behoede u. En dan word je zelf priester. En dan zegt hij het heel persoonlijk. Verkondig mijn deugden. Mijn liefde. Mijn ontferming. Mijn verkiezing. En ik ga met u mee. U bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk in deze wereld. Wees dan zo ook in de wereld, broeders en zusters, priesterlijk en vol van Hem. Bekleed, o hoogste majesteit, uw priesterstand met gerechtigheid, uw gunstvolk juich. Door u geleid. Amen.
Laten we danken en bidden. Heere, zo neemt u ons in dienst. Zo mogen we dienen, dicht bij u. Zoals de priesters dat deden in de tijd dat de tempel er was in Jeruzalem. Ze waren dag en nacht voor uw aangezicht, Heer. Zo mogen wij dag en nacht voor uw aangezicht zijn. En wij bidden u, Heer, neem ons dan ook in dienst. Geef dat we als gemeente en ook ieder van ons persoonlijk dit mogen zijn, wat u vanmiddag in uw woord ons voorhield. Een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Heren, er is aan onze kant zoveel onheiligs. Er is aan onze kant zoveel wat hier haaks op staat. Neemt u het genadig weg, Heer. Geef toch dat de duivel geen kans heeft om onder ons in de gemeente het vuur op te stoken. Het vuur dat we zouden zondigen tegen u, tegen elkaar. Wanneer hij probeert, Heren, om ons juist ook het vuur te benemen dat van u is. Om ons ingezonken te laten zijn. Om ons lauw te maken. Heren, wilt u hem geen kans geven? Hij heeft zoveel listen. En wij zijn daar vaak zo vatbaar voor. Heren, wilt u hem bij ons vandaan houden? Opdat u de eer ontvangt. Hier in de gemeente en ook als wij als zaad worden uitgestrooid in deze wereld. En u ons roept op de plek waar u ons gesteld hebt om priesters, priesteressen te zijn. Van u, hoogste majesteit. Heren, wij danken u dat u ons vandaag bekleed hebt met uw heil. Want dit is toch een goede boodschap, Heren. We danken u ervoor. Voor de rijkdom van uw heil. En breng ons er steeds opnieuw van onder de indruk. Laten we zo, als vaders en moeders in ons gezin zijn, laten we zo in onze werkomgeving mogen zijn, laten we zo voor de mensen om ons heen mogen zijn. Vul ons met uw liefde en uw genade. Opdat onze mond ervan over zal lopen. Heren, wij bidden u of u met ons mee wil gaan als we hier vandaan gaan. Zegent u ons, ook in de komende week. Heren, wij bidden u of u bij hen wil zijn die naar het ziekenhuis moeten voor een operatie. Er zijn de verschillende. We hebben er vanmorgen ook hun namen genoemd. Gaat u mee, Heren, en wees u ook met ons allemaal. Hier en in de kerk en thuis. En Heer, doe uw koninkrijk komen. Heer Jezus, wij zien naar u uit. Kom spoedig, kom terug, Heer. Verlos uw kerk. En wilt u ons trouw doen zijn. In het betrekken van de wacht op de muren van Sion. Hoor zo onze gebeden. In de naam van uw Zoon Jezus Christus. Uit genade. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven, de wijze zoals u bekend is gemaakt. En wij zingen uit Psalm 96 tot slot het 5e en het 9e vers.
dan heen in vrede, ontvang Gods zegen en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.